Van kindsbeen af ben ik vertrouwd geweest met datgene wat men nu de textielbranche noemt. Alles wat ik daarvan weet heb ik als jongen ademloos opgezogen. Nu nog, als bejaard man, kan ik mijn vrienden verbazen door opeens iemand op straat staande te houden, zijn mouw tussen duim en wijsvinger aan te vatten en te zeggen, tweet. Schotswerk, kreuk niet, zit lekker in de pluis, gooit gerust in de was. Zulke dingen kosten niet de minste moeite. Komt er vanzelf uit. Allemaal jeugdervaring. Mijn moeder was, gelijk bijna alle vrouwen, zeer kooplustig. Zij kocht voornamelijk stofjes. Ik weet niet of dat nog zo is, maar toen werd alles een stofje genoemd. Meestal mocht ik mee. Ik vond dit zowel beroerd als verrukkelijk. Beroerd was de weeënlucht van zo'n kledingmagazijn, die me na een tijdje in de knieën verlamde, zodat ik op mijn benen stond te wankelen. Maar heerlijk waren de bedienden. Zij droegen in mijn tijd een snorretje en hielden, als mijn moeder het woord voerde, het hoofd een weinig schuin. Dit drukte bereidwilligheid uit. Tegelijk kwam er een honingzoet lachje op hun gezicht. Mevrouw, wat mag het zijn? Dit was de aanvangszin. Of ook wel, wat had u gehad willen hebben? Dit werd uitgesproken met het bovenlijf enigszins voorovergebogen en met de vingers rechtstandig uitgespreid op het polituur van de toonbank. De intonatie van de stem verried een oneindige offerveiligheid. En tevens de stellige zekerheid dat, wat mijn moeder ook begeerde, het er wezen zou. Mijn moeder zei het dan. Ze zei bijvoorbeeld, gele shantung, genot. Wat de bediende dan deed, was erg. Hij deinsde een schrede achteruit om verrassing te kennen te geven. Vervolgens boog hij zich voorover en sprak met gedempte stem, dat hebben we zojuist gisteren uit Engeland aangekregen. Voor de intieme cliëntele. Vervolgens spoedde hij zich op zijn tenen heen. Mijn moeder toonde nooit de minste verbazing. Ze bleef spijkerhard. Ze voelde de stof tussen duim en wijsvinger snover aan. Soms ook beet zij erin. Ten slotte sprak ze nee. Nee, dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel iets anders. Wat er dan gebeurde was weer bijzonder aardig. Perfect toneel. De man keek om zich heen of ook iemand luisterde. En toen fluisterde hij, mevrouw bedoelt iets fijns, iets apart. En zonder het antwoord af te wachten, hief hij de wijsvinger op en keek daarlangs mijn moeder op schalkse wijze aan. Hij bedoelde haar hiermee in een kleine samenzwering te betrekken, waarvan de rest van het personeel niets wist. Vervolgens ijlde hij weer op zijn tenen heen. Toen de man terugkwam, had hij een grote rol onder zijn arm. Hij wierp deze ru op de toonbank en sloeg een slip ervan open en sprak met vaste stem voor mevrouw. Na deze uitspraak trad hij een stap achterwaarts en zweeg. Dit zwijgen was bedoeld om mijn moeder gelegenheid te geven zich te herstellen. Hij wilde het doen bekomen van haar verbazing, als het ware een ogenblik alleen laten met dit stukje. Als deze stilte een minuut geduurd had, nam hij andermaal het woord. Pure zij, sprak hij zachtjes. Een bloot toeval dat we die rol nog hebben. Als het uitlekt, wordt het ons onder de handen vandaan gerukt. En bekijkt u dat weefsels. Bekijk het eens vlak op de hand, ragfijn. En toch oersterk. U kunt eraan hangen, u kunt erop staan, u kunt erop trappen, mevrouw. Ik heb bedienden gekend die dan ook werkelijk zo'n rol tegen de grond kwakten en erop begonnen te dansen. Dat waren de hartstochtelijke naturen. Gewoonlijk echter drapeerden zij zo'n lap over hun rechterarm en hielden tegen het licht. Er werd dan enigszins klagend en louter in verkleinwoorden gesproken. Kijk me zo'n kleurtje eens. Kijk u me zo'n stofje eens aan. Moet u zo'n weefseltje eens zien. Ik herinner me een kleine, dikke employé met een kaal hoofd die hier een meesterschap had bereikt. Hij had zijn lofprijzingen tot
tot het ijle niveau van een zacht jammeren opgestuurd. Soms zei hij niets, maar hield zwijgend de stof een armslengte van zich af. En dan begon hij met het hoofd scheef terzijde smartelijk te kreunen, tot het door merg en been ging. Ik heb hem werkelijk eens zien huilen. Hij wendde zich af en ging een hoekje van de winkel staan wenen. Mooi, gaaf vakwerk. Ook herinner ik mij een bleke bediende met een wrat opzij van de neus. Geen gewone wrat, maar een delicate verhevenheid die als het ware bij de prijs van de gehele man was inbegrepen. Dat was een nog groter meester dan die dikke. Dit meesterschap bestond hierin dat hij de bezwaren van mijn moeder door ze in een andere toon te herhalen tot kwaliteiten omtoverde. Als mijn moeder bijvoorbeeld zei, ik vind de kleur wat mat, dan raakte hij terstond in vervoering. Mat, mevrouw, precies, dat is het woord. Een effen gedistingueerde tint. U hebt er kijk op. Hield mijn moeder vol door te zeggen, jawel, maar is het niet wat saai? Dan antwoordde hij, de spijker op de kop. Streng, koel, gereserveerd. Geboren voor een figuur als het uwe. Die man was niet te slaan. Zijn chef heeft zich tenslotte van hem moeten ontdoen. Hij was te goed. Hij was in staat de mensen alles te verkopen, of ze het hebben wilden of niet. Hij kon iemand die om een stuk zij kwam met een lap jute in extase brengen. Zulk een verkoper kan juist door zijn magische kwaliteit een zaak ten gronde richten. Want de mensen gaan wel met een waardeloze baal naar huis, maar ze komen niet meer terug. Thuis vervallen ze in razernij, werpen hun baal de tuin in en gaan naar een andere zaak. Beter zijn dan ook die verkopers die met de klant als windvanen meedraaien. De goede verkoper dient geen eigen wil te hebben. Hij is een chameleon op de wil van de klant. Hij is transparant en neemt ogenblikkelijk diens kleur aan, hoe dikwijls deze ook wisselt. Althans, zo denkt de klant. In werkelijkheid echter heeft de verkoper wel degelijk een eigen mening en zet deze ook door. Hij doet dit door een eenvoudige kunstgreep. Grof gezegd zou men dit middel vleierij kunnen noemen. Maar wie dit meent, begrijpt de tere ziel van een verkoper niet. De zaak ligt anders. Als een verkoper bijvoorbeeld zegt, mevrouw, dit patroontje is voor uw ranke figuur, als het ware, geschapen, dan kan men dit vleierij noemen. Maar om het zo te zeggen, dat de klant zich gewonnen geeft, dient men werkelijk op dit patroontje verliefd te zijn, en moet men tegelijk ook het figuur van de klant, van welke omvang dit ook zij, oprecht beminnen. Een goede verkoper is een minnaar. Zijn platonische verhouding tot de klant houdt wel op, zodra de winkeldeur zich achter hem sluit, maar in die korte tijd moet zij vurig zijn, oprecht en zonder baatzucht. Vanuit dit laatste punt heb ik sterke staaltjes meegemaakt. Mijn moeder liet de ene rol na de andere aanrukken tot de bediende in een bastion van rollen zat opgesloten. Toen hij volkomen uit het gezicht onttrokken was, zei mijn moeder fijntjes, ik zal er toch nog eens over nadenken. Uit de diepte van het fort hoorden wij toen de stem van de man, zoals u wilt, mevrouw. Ik herinner mij een heel klein verkopertje die zich helemaal in een vesting van balen had ingemetseld en daar ook gestorven is. Tot tweemaal toe trachtte men hem te bevrijden, maar hij zat te diep en moest het opgeven. Tot het laatste toe hoorde men hem nog mompelen, zoals u wilt, mevrouw. En toen is hij gestorven. Deze gebeurtenis heeft mijn moeder sterk aangepakt. Het is na het voorgaande wel duidelijk dat een klant altijd door een vertegenwoordiger van het tegenovergestelde geslacht moet worden te woord gestaan. Alleen dan ontstaat die merkwaardige spanning waaruit de hoffelijkheid
en tenslotte het martelaarschap geboren wordt. Tussen twee gelijke polen slaat die genereuze vonk niet over. Het is daarom verkeerd als een vrouw door een andere vrouw geholpen wordt. Ik heb daar dikwijls bij gestaan en het altijd principieel onjuist gevonden. Als mijn moeder na afloop dan zei, ik moet er toch nog eens over nadenken. Dan zei de juffrouw, ja mevrouw, zij bedoelde hiermee barst. Je hoorde dat in de zoete ironie van de stembuiging die met een fijn haaltje op het eind naar boven ging. Hoe kan het ook anders? Men mag van een vrouw niet vergen dat zij tegenover een andere vrouw dat subtiele spel ten einde speelt. Ze hebben elkaar immers door. Ze kennen elkanders kunstgrepen en dat vertroebelt de verhouding. Maar er bestaat op deze regel één uitzondering en dat is het zogenaamde passen. Als de stof eenmaal gekozen is, dient het aanmeten door een seksgenoot te geschieden. Het troubadourstadium is dan voorbij. Nu past er daadkracht en beslistheid. Ook is het doorgronden van elkanders ijdelheden hier juist een voordeel. Ik zou de mouwtjes even laten poffen, mevrouw. Goed, maar zou er niet een tikkeltje ruimte in het voorpand kunnen? Volstrekt niet, mevrouw, dat zou alles bederven. Wel even de taille een pietseltje innemen en dan de rok een snuffeltje laten klokken. Maar kan de schoudernaad niet een flimpje naar achteren verleggen? Volkomen juist, mevrouw. En dan het jabootje even plisseren. Precies, zo is het enige. En zouden we midden achter niet een stolplooi aanbrengen? Het kan, mevrouw, maar ik moet het u ontraden. Het bouwt te veel uit. De verkoopster alleen kan dit. Anderen kunnen dit niet. Zo'n gesprek kan alleen door vrouwen onderling gevoerd worden. Het gaat hier om ietsjes en pietsjes, om tikkeltjes en snikkeltjes. Een man brengt dat niet op. Coupeurs werken meer in de grote lijn. Met vaste gebaren treden ze op en toe, zetten met een stukje krijt een kloekstreepje hier, een haaltje daar, en opeens dan gebeurt er iets waarover ik mij nooit genoeg verbazen kan. Zij strekken de rechterarm naar voren en rukken plotseling uw beide revers af. Rats, rats, daar vliegen ook de mouwen weg. En na een tijdje staat u in een onooglijke vod in lompe vorm. Het zit u als gegoten, zegt ze. Ik heb daar nooit iets van begrepen. Tot slot dit. Hoe is het om een bediende te zijn? Ik heb me er dikwijls in het vraagstuk verdiept. Het is een boeiend probleem. De kernvraag is deze. Kan men zijn hele leven altijd maar door heel lief zijn? Handen wrijvend, discreet voortdribbelend, klanten naar de deur geleidend, wrijvelend en dribbelend, nieuwe klanten binnenlatend, steeds correct, hoffelijk, voorkomend. Waar moet zo'n man met zijn portie kwaadheid, waar ieder mens toch recht op heeft, eigenlijk blijven? Waar verzamelt het zich? Ik heb een bediende gekend die op zijn voorhoofd een bobbel droeg. Daar zat het vermoedelijk in. Maar bij de anderen, hoe zijn ze thuis? Ik stel me voor dat zo'n bediende, na een suikerzoete dag thuiskomend, zich in de vestibule van zijn woning eerst eens een half uur los snout. Het moet wel zo zijn. Pa scheldt zich even los. Dat zullen de gezinsleden zeggen. Ik heb wel eens gehoord van employés die thuis op zolder voorwerpjes hadden verzameld, waarmee ze een tijdje gingen smijten. Oude borden, gloeilampen, lege kogelflesjes, die zo echt met elkaar spatten als je ze tegen de muur kwakt. Dat lucht geweldig op. Zo'n man kan er de volgende dag weer tegen. Er zijn dan ook directies, grote directies, die zulke voorwerpen gratis ter beschikking stellen, in het belang van de zaak. Het schijnt zelfs in Den Haag op het ogenblik een wetsontwerp wordt overwogen dat deze sociale voorziening verplicht stelt.
Hangende dit ontwerp heeft een magazijn in het westen des lands een voorlopige oplossing gevonden die hier wel vermelding verdient. Om de 100 klanten mag daar een bediende een klant opeens, zonder dat hij door de minste aanleiding bestaat, een muilpeer toedienen. Ik heb dat toevallig eens meegemaakt. Het was een onvergetelijk schouwspel. De bediende kwam steeds vriendelijk glimlachend achter zijn toonbank tevoorschijn en gaf de bezoeker een enorme oorveeg. Zo'n klant komt natuurlijk niet meer terug. Men is hem kwijt. Maar de directie heeft het ervoor over. Dat is breed gezien. Immers, wat ze aan cliëntelen verliezen, dat is maar 1%. Maar het komt de stemming van het hele personeel ten goede. Er heerst daar een opgewekte atmosfeer. De employés weten, nog 1 weekje doorbijten en dan is het mijn beurt. Er gaat van die gedachte een geweldige verkoopskracht uit. Naarmate zo'n dag nadert, stijgt de winstmarge. Ook een klein trapje van achteren, vlak voor de klant de draaideur binnengaat, werkt stimulerend. De moeilijkheid is, waar ligt de grens? Waar eindigt het terrein in een gezonde bedrijfspolitiek en begint het gebied der criminaliteit? Dit vraagstuk is niet bij de regering in studie. Er is een commissie benoemd, samengesteld uit de zware jongens in het textielbedrijf, die dit geval tot de bodem onderzoeken. Dat ik zelf in die commissie zit, zal niemand verbazen die dit met aandacht beluisterd heeft. APPLAUS.